Ik ben Kim Spinder en dit is de Innovatiewelstraat. Een podcast met inspiratie over hoe je innoveert en nieuwe dingen probeert. In deze aflevering duiken we in de vraag: hoe ga je in een organisatie om met complexiteit en onzekerheid? Ik heb daarom Martin van Staveren uitgenodigd. Hij is de auteur van het boek Risicodialoog. Na het luisteren van deze podcast zijn tijdrovende en saaie risicosessies overbodig. Ja, dat gaat dus ook over het omgaan met die risico's in die complexe vraagstukken. We willen dan vaak heel veel controles en dat soort dingen toevoegen. Maar misschien moet het juist wat minder zijn om mensen wat meer ruimte te bieden om dus wendbaar, flexibel, creatief daarmee om te gaan. Voordat we verder naar Martin gaan luisteren, wil ik graag Boom Management Boeken heel erg bedanken voor deze samenwerking. Haal jij inspiratie uit de Innovatiewelstraat? Steun dan deze podcast en word vriend van de show voor €2,50 per maand via vriendvandeshow.nl/innovatiewelstraat. Martin, jij schrijft in je boek: het woord risico wordt vaak negatief beschouwd. Maar jij schrijft eigenlijk dat onzekerheden ook een positieve kant hebben. Ja, dat klopt. Ja, dat vergeten we wel eens. Dat zit hem ook een beetje in onze taal. Dus als je het woordenboek opslaat en je kijkt naar risico, dan staat daar bedreiging en gevaar en allemaal andere vervelende zaken. Maar ja, als je een lot uit de loterij komt bijvoorbeeld, dat is ook onzeker. Maar ja, dan heb je een heel andere verwachting, namelijk dat je misschien wel de winnaar van het lot bent. En ook mensen die beleggen op de beurs, die doen dat over het algemeen niet om geld te verliezen, maar om, om wat geld te verdienen. Dus ja, onzekerheden, die kan je ook positief bekijken. En dat vergeten we wel eens als we dus met risico's en met risicomanagement omgaan. Ja, want ik moet eerlijk bekennen, bij risicomanagement denk ik al heel snel: oh, dat is heel saai. En dat is iets voor afdelingen die altijd de boel tegenhouden. Bij innovatie hebben we er vaak wel bepaalde afdelingen een handje van om alleen de risico's in kaart te brengen. Maar jij schrijft eigenlijk van: het is risicodialoog is eigenlijk iets voor iedereen die een resultaat wil boeken. Of een doel wil halen, ondanks alle onzekerheden. Dus het is ook voor mij. Ja, nee, zeker ook voor jou. En ik hoop ook voor alle luisteraars van deze podcast. Ja, wat jij schetst, dat herken ik heel erg. Dus het woord risicomanagement, dat roept toch over het algemeen niet al te positieve gevoelens op bij mensen. Ik had pas iemand in de workshop die noemde het de wortelkanaalbehandeling. Nou, dat vind ik wel een behoorlijke klassificatie. Maar het geeft wel aan inderdaad wat het beeld daarvan is. Hè. Net als over het woord risico wat we net hadden. En eigenlijk is dat heel erg gek. Ja, want wat je ook zei, ja, in organisaties willen we doelen realiseren. We willen mooie resultaten halen. Of je nou in een bedrijf werkt of bij een overheid. En we leven in een wereld met heel veel onzekerheden. Of we dat nou leuk vinden of niet. En wat mij betreft is het dan alleen maar slim en handig om heel goed te kijken van: nou, welke onzekerheden kunnen we misschien voorzien, kunnen we aanpakken, kunnen we in ons voordeel laten werken, of kunnen we, als ze inderdaad bedreigend zijn, tijdig proberen het hoofd te bieden. Dus ja, dan wordt het heel erg positief. En dan hoeft het dus ook geen belemmering te zijn voor innovatie, maar dan kan het juist helpen. Ja, want bij innovatie lopen dingen heel vaak anders dan gepland. En managers willen eigenlijk dat risico ook altijd manager, dus dan moet je toch een uiteraard plan schrijven van A naar B. Maar misschien heb jij een tip voor mij, niet hoe ik daar onderuit kom, maar hoe ik dat op een andere manier kan aanpakken. Nou ja, misschien in risicodialoog met zo'n manager gaan, om zo'n manager gewoon duidelijk te maken. Ja, innovatie is per definitie dus een avontuur aangaan met elkaar, iets onbekends doen. Dat is heel gek dat je iets onbekends gaat doen en dat je wel verwacht dat je dus dat op de een of andere manier allemaal gaat uitrollen. Ik merk het ook bij onderzoek. Dan wil men een onderzoek en dan moet eigenlijk al bekend staan wat de uitslag is. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dit voorbeeld geeft ook wel aan dat we het als mens toch vrij lastig vinden vaak om met die onzekerheden om te gaan. En dat we toch proberen te beheersen en daar wat grip op te krijgen. En ik beschrijf ook in het boek van: het is toch ook een kwestie van een bepaalde mindset, die onzekerheid. Dus ben je in staat om daarmee om te gaan en ga je een beetje comfortabel voelen dat je niet precies weet wat de uitkomst is? Ja, we gaan zo nog inzoomen op risicodialoog, waar je het al even aan refereerde. Ik merk zelf dat ik soms ook wel gesprekken vermijd over risico's. Bijvoorbeeld, en nu hebben we vanuit innovatie veel gesprekken over de inzet van de AI op de werkvloer, over die tools. En dan wordt er altijd gehamerd op alle risico's. En dan denk ik: oh, daar hebben we ze weer. En hoe kan een risicodialoog daar dan bij helpen?
Ja, dat is fascinerend hè, wat je zegt. Dat je een beetje om dat woord heen draait. Misschien ook wel hè, vanwege dat beeld waar we het al over hadden. En ook vanwege de ervaringen. Hè, van, ja, als ik het op tafel leg, dan gaan allerlei mensen weer op de rem staan. Terwijl ik juist zo graag gas wil geven. Dus het zit hem heel erg, denk ik, in ons hoofd. Hoe wij met dat woord omgaan. Daarom gebruik ik ook wel liever af en toe het woord onzekerheden dan het woord risico. Dat onzekerheden wat meer neutraal zijn. Daar kan je verschillende kanten mee op. Maar de bewustwording dus, wat het woord met je doet, en ook wat het woord met je doet met de mensen met wie je aan tafel zit, dat is denk ik heel erg van belang. En wat jij zegt is heel mooi, dat je dus bij jezelf beseft, nou enerzijds voel ik mij geremd om het op tafel te leggen, maar anderzijds kan je misschien ook denken, nou als ik het positief beschouw, dan kan ik juist mij en de mensen om me heen helpen om die innovatie zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Ja, want jij schreef ook al iets over, daar moest ik even over nadenken. Ik heb allemaal nieuwe woorden geleerd, Martin. ERG, zei jij, ga ERG met onzekerheden om. Nou, moet ik het goed proberen te herinneren. Volgens mij was het expliciet, realistisch en gestructureerd. Ja, nee, dat klopt helemaal. En ik hou wel een beetje van het spelen met woorden, juist omdat dat woord risico zo beladen is. Dus ik zeg dan vaak ook voor de grap van, nou, ik ga erg om met risico's. Dus erg, en dat betekent dus inderdaad van wat jij zegt, van heel expliciet, heel realistisch en gestructureerd. En daar bedoel ik mee met het expliciete, dat je dus echt durft te benoemen van wat weten we nou wel en wat weten we nou niet. Hè? Bijvoorbeeld als het over een innovatie gaat. Je had het al over technologie, AI bijvoorbeeld. Nou, wat weten we wel van een bepaald algoritme, hoe het werkt en wat weten we niet? Hoe gaan we daarmee om? Met realisme bedoel ik dat we helaas niet alle onzekerheden kunnen beheersen. Dus probeer ook met elkaar daar open over te zijn van, zullen we bepaalde onzekerheden ook gewoon accepteren? Want anders komen we gewoon niet verder met elkaar. Ja, en het gestructureerd, dat haakt dan heel erg aan de risicodialoog waar we het net al even over hadden. Dat je dat gesprek wel op een bepaalde structuur, met een bepaalde structuur kan voeren. Om op die manier dus ook scherper met elkaar besluiten te kunnen nemen. Ja, nou moet ik binnenkort met IT om de tafel over de risico's. Dus dan kan het vast helpen om even te kijken naar de risicodialoog als je die wil aangaan. Volgens mij was dan de eerste stap om te kijken wat is het doel. Ja, klopt. Die risicodialoog, daar heb ik een soort structuur voor. En die structuur is eigenlijk het meest uitgeklede risicomanagement. Dus als je risicomanagement, waar we het al over hadden, nou helemaal uitkleedt, dan hou je naar mijn idee eigenlijk maar drie vragen over. En die eerste vraag is inderdaad, nou wat is eigenlijk het doel? Met andere woorden, wat willen wij met elkaar? Dus als jij met IT in gesprek gaat, dan is het heel erg van belang om eens goed met elkaar vast te stellen, wat willen we nu eigenlijk? Gaat het over een bepaalde innovatie? Gaat het over een bepaalde IT-security? Gaat het over de toepassing van wat nieuwe AI-technologie? Dus wat wil je met elkaar bereiken? Dat is een hele belangrijke eerste vraag. Ja, en dus daar zit ook in, inderdaad, er zitten een aantal kansen voor mensen bijvoorbeeld om hun werk makkelijker te kunnen doen, maar er zitten inderdaad ook een aantal, nou ja, IT-vraagstukken bij van gaan we veilig met de data om? Ja, en dat is dus interessant om ook te kijken van oké, ja, wie bepaalt dan wat veilig is? Ja, en hoe veilig is veilig genoeg? En dat is een spannende vraag, want waarschijnlijk denkt de IT'er daar net even anders over dan jij erover denkt. Dus heb je een verschillende percepties, zoals het dan heet. En juist die verschillen in perceptie als het gaat over risico's zijn heel belangrijk om op tafel te leggen met elkaar. Om te begrijpen waarom jij daar anders over denkt dan de IT'er. En uiteindelijk, hopelijk, samen tot een oplossing te komen. Van nou, als we het zo gaan doen, dan is het acceptabel qua veiligheid. En kan jij door met je innovatie. Ja, nou, ik moet opbiechten dat ik gisteren ook met iemand in een gesprek had. En dan voel ik dus aan mezelf dat ik dan een beetje in de weerstand kom. Maar heb jij nog een tip om dan nog open te kunnen luisteren naar die verschillende perspectieven? Ja, waarom kom je in de weerstand? Dat is toch wel interessant om te weten. Ik wil dan toch, het komt een soort van vechtmodus in me op. Van ik vind het ook belangrijk dat we kansen omarmen. En kan ik niet meer zo goed luisteren naar wat anderen zeggen. Omdat ik denk van ik ben de enige die opkomt voor de belangen van hé, dit kan ook iets opleveren. Ja. En dat is misschien niet de meest effectieve aanpak. Nou ja, het geeft wel aan dat omgaan met risico's ook omgaan met emoties betekent. Ja. Als je dit zo vertelt, dan heb je gewoon een enorme drive om dat voor elkaar te krijgen. En dan heb je helemaal geen zin aan mensen die op de rem trappen en je daarin belemmeren. Daar gaat het nou precies om. Dat bij jezelf herkennen. En misschien ook gewoon op tafel leggen.
dat je dit zo ervaart en dat je een ongelooflijke drive hebt om iets voor elkaar te krijgen en dat je dus misschien onbedoeld door de andere partij een belemmering ervaart om dat te doen. En dan krijg je dus dat openhartige gesprek, hè, zoals ik die risicodialoog ook noem, hè, dus openhartig met elkaar spreken, openhartig naar elkaar luisteren, hè, vrijmoedig met elkaar spreken. Dat zijn allemaal zaken die daarbij horen. En dat vraagt wat van jezelf en dat vraagt ook wat van de ander. Ja. Ja, en jij zei net al, hè, de eerste vraag is het doel bepalen, maar dat is soms ook nog best lastig. Heb je daar nog een tip voor hoe je dat goed doet? Ja, dat is een mooie vraag, want dat merk ik ook in heel veel organisaties. Die eerste vraag van, ja, wat is het doel? Of wat zijn de doelen van het team, van de afdeling, van de organisatie? Dat is vaak allemaal niet zo helder als men zou willen. En ik merk ook wel eens in ervaren managementteams, hè, dat ze dan wel het jaarplan hebben en er staan allemaal doelen in. Maar dat toch verschillende teamleden de doelen weer verschillend interpreteren. Ik zie een doel eigenlijk in zijn meest simpele vorm iets wat je met elkaar wil realiseren. En dat iets dat kan dus een bepaalde kernwaarde zijn, dat iets dat kan een innovatie zijn, dat iets kan zijn voldoen aan een bepaalde veiligheidseis of privacy-eis. Dus iets wat je samen wil realiseren. En wat ik ook graag doe is onderscheid maken tussen doelen en wensen. En ik merk dat veel organisaties behoorlijk wat doelen hebben. En een aantal van die doelen zijn eigenlijk wensen. En daar bedoel ik mee dat ze niet echt scherp hebben van, nou oké, hebben wij voor dit doel inderdaad mensen, middelen, tijd vrijgemaakt om het doel te realiseren. Dus dat is ook een eerste tip, denk ik, dat je onderscheid maakt van, nou willen we dit nou echt met elkaar? En hebben we daar ook mensen voor? Hebben we daar tijd voor? Hebben we daar capaciteit voor? Willen we dat met elkaar? Of staat het wel in het jaarplan? Maar weten we eigenlijk wel, diep in ons hart, van, nou ja, het staat er wel, maar het komt er toch niet van. Nou, schrap dat er dan uit. Ja, dat is wel een mooie. Volgens mij had jij dat ook komt het ook in jouw boek terug, ook de kunst van het weglaten. Dat we de neiging hebben om allemaal nieuwe dingen toe te voegen. Misschien ook wel bij risico's, als er dan iets gebeurt, dat we een nieuw protocol bedenken. Kun je dat eens toelichten? Ja, klopt. Ik kwam erop via een boek van een Amerikaanse hoogleraar met een wat bijzondere naam. Die heet Leidy Klotz. Leidy Klotz heeft een boek geschreven dat heet Subtract, dus dingen weglaten. En hij beschrijft in dat boek ook dat als mens vaak de neiging hebben om, als we dus een oplossing voor iets willen hebben, iets toe te voegen. En hij heeft een heel mooi voorbeeld van een brug van Lego. Dus stel, wij bouwen samen een brug van Lego, we hebben allemaal Lego blokjes om ons heen en die brug die staat een beetje scheef. Nou, om die brug recht te krijgen, wat doen de meeste mensen? Wat zou jij doen om die brug recht te krijgen? Blokjes toevoegen, steviger maken. Ja, maar je kan ook een blokje weghalen. Ja. En dat vergeten we. En dus precies wat je zegt. Hè, dus ook als het over risico's gaat en over maatregelen, zijn we vaak bereid om maatregelen toe te voegen. Nog meer regels, nog meer protocollen, nog meer procedures, nog meer meten. Terwijl soms misschien veel beter iets kan weglaten. En nou ja, die Leidy Klotz zegt dus, als je dus om wil gaan met complexe vraagstukken, hè, die dus een onduidelijke samenhang hebben, die niet voorspelbaar zijn, dan is het soms beter, misschien wel vaak beter, om juist iets weg te halen dan om iets toe te voegen. Ja, want jij schrijft, hebt het ook over wilde vraagstukken, hè? In plaats van complexe wilde vraagstukken. Wat voor vraagstukken zijn dat? Ja, wilde vraagstukken, dat zijn eigenlijk de vraagstukken die niet van oorzaak-gevolgrelaties aan elkaar hangen. Stel wij, we hebben een elektrische auto en die is kapot, dan kan die gerepareerd worden. En dat is heel ingewikkeld, hè? Ik kan het niet, nou jij misschien wel, maar misschien ook niet. Maar er zijn mensen die het kunnen, dus dat is helemaal eenduidig op te lossen. En als die auto is gerepareerd, dan rijdt hij weer weg. Dus dat noem ik een tam vraagstuk. Maar als je kijkt naar de grote vraagstukken in onze samenleving, hè, AI werd al genoemd, hoe gaan we om met AI, hoe gaan we om met privacy, de maatschappelijke vraagstukken als stikstof, PFAS, oorlog in de Oekraïne. Het hele verdelingsvraagstuk, het armoedevraagstuk, dat zijn allemaal zaken die zijn zo complex. Die kan je niet oplossen met oorzaak-gevolg relaties, die zijn onvoorspelbaar. En daarvan zegt dus ook iemand als Leidy Klotz, van, nou, dat proberen we vaak aan te pakken door dus heel veel toe te voegen. En misschien is het wel verstandig om daar eens wat weg te nemen. Ja, dat gaat dus ook over het omgaan met die risico's in die complexe vraagstukken. We willen dan vaak heel veel controles en dat soort dingen toevoegen. Maar misschien moet het juist wat minder zijn om mensen wat meer ruimte te bieden om dus wendbaar, flexibel, creatief daarmee om te gaan. Ja, want dat schreef je ook inderdaad nu jij dit zo zegt van te veel focus op risicomijding leidt tot het uitsluiten van trial and error experimenteren. Ja, ja.
Ja, ik vind het echt wel een zorgpunt. Want er is ook een soort principe in het risicomanagement. Dat heet het voorzorgsprincipe. En dat betekent dus dat je eigenlijk alleen maar iets mag doen als je bij voorbaat al weet dat er geen mensen of andere zaken geschaad worden. Dat is natuurlijk een heel nobel streven, maar als je dat in extreme doortrekt, ja, dan kan je dus niks doen. Want ja, een innovatie is juist dat je niet precies weet wat er gebeurt. Dus dat is wel een interessant punt. Dat ik vind dat we natuurlijk binnen de grenzen van de kaders van de wet en persoonlijke veiligheid, et cetera, dat je daar rekening mee moet houden. Maar ik vind wel dat je dingen moet proberen. En doe het dan ook in kleine stapjes. En als je dan denkt dat van nou, het gaat toch een verkeerde kant op, nou, dan kan je stoppen met het experiment. Dan ga je wat anders proberen. Ja. Nou, denk de luisteraar, Kim, er waren nog twee andere vragen. Dus laat ik daar ook even op inzoomen. De tweede vraag die je in de risicodialoog kunt stellen is: wat is daarbij onzeker? Hoe formuleer je dat? Nou, stel, we hebben dat doel. Jij hebt dat doel dat je, nou, laten we even naar die, jij hebt met de IT-afdeling gesproken. Misschien wil je bepaalde IT-innovatie gaan toevoegen. Dat is dus de tweede vraag. Nou, als je dus die IT-innovatie wil gaan uitrollen, wat zijn de onzekerheden die je tegenkomt? En die onzekerheden die kan je dus eigenlijk in twee groepen verdelen. Dat kunnen onzekerheden zijn die dus jouw doel, jouw IT-innovatie gaan blokkeren of belemmeren. Dan hebben we het over de klassieke risico's. Maar het kan ook zijn dat er onzekerheden zijn die een enorme boost geven aan jouw innovatie. En dan heb je het over kansen. En met die tweede vraag ga je dus in kaart brengen van nou, wat zijn nou onzekerheden, de risico's en de kansen die effect hebben op jouw doel? En dat maakt het ook relevant, want jij wil je doel realiseren. En dat is ook verstandig om dus naar die onzekerheden te kijken. Dus met andere woorden, die relatie tussen onzekerheden en doelen, die maakt het heel erg krachtig om mensen die dan toch vaak een beetje sceptisch zijn, toch mee te krijgen. Want je kan ze gewoon aanspreken. Ja, willen we nou het doel realiseren, ja of nee? En dan het antwoord is waarschijnlijk ja. En dat is dus ook logisch om die onzekerheden scherp met elkaar te bekijken. Een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld kijken van nou, zijn er nou onzekerheden waar we feitelijke informatie over hebben? Of zijn het onzekerheden wat onze eigen aannames zijn? En onze eigen aannames die kloppen misschien of ze kloppen misschien niet. En dan heb je dus ook een reden om die aannames wat nader te gaan onderzoeken. Ja, dat is denk ik wel een mooie aanvulling. En nu voelt het in één keer ook veel leuker. Als we te kijken van oké, we willen dit doen, maar wat voor dingen wat weten we nog niet? Dat voelt ook veel optimistischer dan een risicoanalyse. Ja, terwijl je eigenlijk hetzelfde doet. Ja. Dus we geven andere woorden aan iets en we gaan het op een andere manier aanvliegen. En inderdaad, wat jij zegt, dat ervaar ik gelukkig ook heel vaak. En dat is voor mij ook een beetje de lol van allerlei workshops. Hè, dat mensen die toch het als een verplicht nummer in het begin gaan bijwonen. Hè, dat die inderdaad ook halverwege denken van nou, dit is eigenlijk toch anders dan ik dacht. En eigenlijk toch ook wel leuk. En ja, dat gaat me inderdaad wel helpen. Ja, super. En dan de derde vraag. Wat ik goed zeggen, volgens mij was dat wat staat ons te doen? Ja, klopt. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hè. We kunnen heerlijk met elkaar in dialoog gaan. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we een besluit nemen. Ja, dus als we weer naar jouw IT-innovatie gaan, ja. Wat zijn nou maatregelen die we kunnen nemen om de kans op succes van jouw innovatie zo groot mogelijk te maken? En dan heb je een aantal opties. Je kan zeggen, nou, we doen helemaal niks. We hebben die onzekerheden recht in de ogen gekeken. Nou, we kunnen ze behandelen, dus we gaan gewoon het avontuur aan. Het andere extreem is dat we zeggen, nou, dit is zodanig risicovol. Dit gaat jou heel veel geld kosten als het misgaat. Dus laten we dit maar niet doen. We gaan iets anders verzinnen. Maar daartussen zitten ook de opties om bijvoorbeeld te kijken van nou, kunnen we iets preventief doen? Ja, dus kunnen we iets verzinnen met elkaar om de kans op succes groot te maken zonder dat het risico is opgetreden? Of kunnen we iets aan de correctieve kant doen? Met andere woorden, als het mis dreigt te gaan, we meten dat goed, we hebben allerlei monitoringstechnieken, dan hebben we dat snel door. Bijvoorbeeld een datalek, om maar even een bekend voorbeeld te noemen. We weten heel snel dat het datalek er is en weten ook heel snel hoe we dat gaan dichten met elkaar. En dan ga je dus al vast nadenken over een maatregel die je pas gaat nemen als het echt nodig is. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen nu denken, ja, maar een dialoog, is dat dan niet te soft of zo? Hoor je dat vaker? Ja, dat hoor ik wel eens vaker. Ik had pas ook een summercourse en met allemaal ervaren professionals. Er zat één student zat erbij, die had zich spontaan aangemeld. Dat vond ik hartstikke leuk dat hij erbij zat. Die zat ook in het bestuur. En die had ook een beetje zoiets van, ja, dialoog, een beetje soft inderdaad. Dus ik kan me dat aan één kant wel voorstellen. Een discussie en een debat, dat klinkt wat krachtiger. Kijk, en een discussie is ook heel interessant en nodig ook vaak, als het dus gaat over zaken die helder zijn. Dus als we het hebben over het repareren van die kapotte auto, ja, dan kan ik wel zeggen dat het op een andere manier moet. Maar als jij daar verstand van hebt, dan is het gewoon zo, klaar.
Maar voor die complexe vraagstukken, waar het allemaal wat lastiger is, ja, wat is het alternatief, zeg ik dan vaak. Hè? Wat is het alternatief om niet in dialoog te gaan, om niet naar elkaar te luisteren, om niet eens samen te verkennen wat de mogelijkheden zijn. En als we dat gewoon met een sterke structuur doen, hè, van die doelen en die onzekerheid en het doen, en er komt een mooi besluit uit, ja, dan vraag ik me af wat daar soft aan is. Ja, dat vind ik ook wel mooi, want jij schreef ook van, er is ook niet echt een ultieme oplossing bij dit soort vraagstukken. Ja, en dat vinden we heel ongemakkelijk. En dat zie je ook overal om ons heen. Al die grote vraagstukken, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar waar mensen in het spel zijn, en er zijn heel veel mensen in het spel, is er vaak niet de ultieme oplossing. En dat zie je bijvoorbeeld ook steeds meer in de gezondheidszorg, waar ook die rol van de patiënt veel nadrukkelijker steeds wordt. En ook de arts samen met de patiënt kijkt van, nou, wat is nou een goede behandeling? En ook daarin zijn vaak meerdere opties. Dus die wilde vraagstukken, die hebben inderdaad niet die eenduidige oplossing van die defecte auto die gerepareerd kan worden en weer weg kan rijden. En dat vinden we best wel een beetje ongemakkelijk. Maar dat neemt niet weg dat we best wel een besluit kunnen nemen om een eind richting een goede oplossing te gaan met elkaar. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, Steve, voor... Ik heb zo'n workshop bij jou gedaan. Ik ben nu, of ik het boek gelezen zoals ik. En ik ben nu heel enthousiast. Hoe kun je dan met zo'n risicodialoog in je organisatie aan de slag? Want jij schreef van het is eigenlijk ook een innovatie. Ja, het is een innovatie in die zin. Wat ook wel tijdens dit gesprek blijkt. Dat je gaat anders kijken naar onzekerheden. Je gaat een bepaalde gespreksstructuur doen. Je kan het zeg maar heel expliciet gaan toepassen. Hè, dat je daadwerkelijk in jouw eerstvolgende vervolggesprek met de IT-afdeling, dus inderdaad over doelen, onzekerheden en doen gaat hebben. Dat kan heel waardevol zijn om dat met elkaar te doen. Maar je kan het ook in je achterhoofd houden. Hè, dat je die vraag in je achterhoofd hebt en dat je het gesprek aangaat op een normale manier. Maar dat je wel voor jezelf heel scherp hebt. Ik wil uit dit gesprek halen, wat zijn de doelen, wat zijn de onzekerheden en wat gaan we doen met elkaar? En ik beschrijf ook in het boek een aantal alternatieve vragen. Hè, voor wat is het doel? Ja, wat wil je bereiken? Dat kan je ook op allerlei andere manieren inkleden. En het leuke van die dialoog is dus, die kan je eigenlijk toepassen. Ofwel in je achterhoofd, ofwel daadwerkelijk. In elk gesprek wat je hebt. Met iedereen om je heen. Dagelijks in de organisatie. En jij schrijft ook nog, het kan ook nog voor je privéleven iets opleveren. Ja, nou ja, bij grote besluiten. Hè, dus de verhuizingen, de reizen. Misschien wel relaties, ik weet het ook niet, maar toch dat je voor jezelf ook scherp bent van ja, wat wil ik nu eigenlijk in het leven? Wat is voor mij van belang? Welke werk-privébalans bijvoorbeeld is voor mij belang? En wat zijn de onzekerheden als ik wat minder ga werken? Kan ik aan de verplichtingen voldoen? En wat kan ik dan doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan? Dus het menselijk leven is nog eenmaal vol met onzekerheden en... je kan ervoor kiezen om je dat allemaal te laten overkomen. En je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou, ik wil het toch proberen om af en toe een beetje sturing daarin aan te brengen. Ja, ik denk dat jij ook al veel mensen hebt geholpen, hè, om zo'n gesprek dan te kunnen voeren. Is er nog iets waar je dan op moet letten? Of waar het vaak fout gaat? Of wat een aandachtspunt is? Nou, wat jij ook al in het begin aangaf, dat gaat al heel vaak, hebben mensen een vooringenomen beeld van het woord risico. Dus dat is een lastig iets. Dus wat ik vaak doe is eerst met elkaar echt scherp even de begrippen bespreken. Wat verstaan we nu eigenlijk onder het risico? Wat verstaan we er onder onzekerheid? Dat perceptieverschillen, dat verschillen tegen dingen aankijken, dat het normaal is, dat ook gewoon op tafel moet komen. Dat is een belangrijke. En de tweede, denk ik, is om heel duidelijk die relatie te leggen tussen wat wil je, hè, wat is je doel? En dat die onzekerheden dus helpen, hè, inzicht daarin om je doel te realiseren. En dan komen mensen vaak wel in een positieve stand, om het zo te noemen. Want ja, we willen met elkaar doelen realiseren. En dan kan het ook zelfs leuk zijn, hè, om gewoon creatief te denken, om kennis te benutten. Van, nou, hoe kunnen we nou die onzekerheden op een slimme manier gaan benutten of de baas blijven om samen iets moois te creëren. Ja, nou heb ik ook een onzekerheid in dit interview ingebouwd. Ik heb namelijk ChatGPT gevraagd om een vraag voor jou te maken. Nou, misschien is die relevant, misschien niet, maar ik heb hem gewoon overgenomen. Nou, hij luidt als volgt. Martin, je hebt gewerkt in diverse uiteenlopende regio's zoals Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Kun je een specifiek moment of anekdote delen waar de principes van een risicodialoog je onverwachts van pas kwamen en wellicht zelfs een kritieke situatie hebben omgedraaid? Oeh, wat een vraag.
Nou, ik wil ook wel zeggen dat ChatGPT het op een originele manier heeft gedaan. Ja, dan zit ik er hier al even. Kijk, het hele punt is, ik heb inderdaad in al die landen gewerkt. In mijn, ik zou bijna zeggen, mijn vorige leven als geotechnisch ingenieur. Was ik altijd bezig met de ondergrond in kaart brengen. Alleen, ik had er nog geen besef van risicomanagement en de risicodialoog. Dus ik zat daar echt, wat dat betreft, onbewust. Deed ik natuurlijk enorm mijn best om die ondergrond in kaart te brengen en allerlei projecten. Maar ik was me daar nog helemaal niet van bewust. Dus het is eigenlijk een hele lastige vraag om dat met terugwerkende kracht te beantwoorden. Kijk, wat ik wel kan zeggen is dat in verschillende landen, in verschillende culturen, er verschillend naar risico's wordt gekeken. Dus in Azië bijvoorbeeld is het minder makkelijk om tegenspraak te bieden aan een leidinggevende dan hier bij ons in Nederland. Dus dat maakt het wel dat het woord risico nog gevoeliger ligt, zeg maar, dan bij ons. Nou, wij hadden er al over dat het best wel lastig is hier. Dus dat geeft wel aan dat het... dat het nog meer misschien op eierlopen is om daar met elkaar over gesprek te wisselen. Dit is eigenlijk misschien niet helemaal het antwoord wat ChatGPT zou verwachten. maar het is wel goed om te weten dat er ook verschil zit in culturen inderdaad. Omdat veel bedrijven natuurlijk ook internationaal werken. Dus dan kan het ook nog een extra dimensie dat we misschien in Europa... eerder gewend zijn, of in ieder geval in Nederland, om ook tegen onze leidinggevende in te gaan of een ander perspectief te geven. Dat het in sommige landen of culturen wat lastiger is. Ja, klopt. En dan nog is het in Nederland ook lastig, hè? Want die hele beweging die we nu hebben over de sociale veiligheid, je uit kunnen spreken. Dat is ook bij ons is dat nog lastig. En als je dat dus niet hebt met elkaar, dan wordt het lastig om die onzekerheden scherp te bespreken. En dat vraagt twee dingen. Dus enerzijds volgens mij ook die sociale veiligheid met elkaar creëren. Maar anderzijds ook de individuele moed om toch je uit te spreken. Ook al voel je dat niet helemaal veilig in en vind je het al wel spannend. Dus dat heeft twee kanten wat mij betreft. En nou ja, als het bij ons al lastig is, ja, laat staan hoe het in culturen is die nog veel, nog veel hiërarchischer zijn. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, jij hebt al een aantal boeken hier ook over geschreven. Is er nou iets waar jij nu anders over denkt dan een aantal jaar geleden? Ja, en het belangrijkste is denk ik dat, dat ik altijd dacht dat je complexiteit dus met hele ingewikkelde benaderingen te lijf gaat. Dus met ingewikkelde rekenmodellen, et cetera. Dus die ideeën van onder andere die Leidy Klotz die we al bespraken, van ja, complexiteit vraagt juist om iets wegnemen in plaats van iets toevoegen in veel gevallen. Ja, dat was voor mij een ongelofelijke eye-opener. En ik was er ook heel erg blij mee, omdat ik dat risicomanagement klassieke stijl, zeg maar, had uitgekleed in die drie vragen. En toen kreeg ik ook inderdaad de bevestiging ook vanuit de complexiteitsleer. Van ja, het is juist goed om complexe benaderingen vanuit de essentie te benaderen. En ik zeg ook vaak van nou, begin nou eenvoudig en maak het ingewikkeld als het nodig is, in plaats van omgekeerd. Ja, dat is toch een neiging die we hebben van, nou, dit is heel complex en dan wordt het helemaal opgetuigd. Terwijl je kunt ook teruggaan naar de essentie. Precies, precies. En dat is eigenlijk wel de grote les die ik heb geleerd. Ga beginnen met de essentie. En dat is vaak lastig, hè, want dan moet je dus echt ook scherpe keuzes maken. En dan ben je ook bijvoorbeeld nooit compleet. En die vraag krijg ik ook wel eens vaak van, ja, maar hoe weten we nou alle risico's? En dan zeg ik van, nou, dat is heel simpel, die weten we gewoon niet. We weten niet wat we niet weten. En daarmee leren omgaan. Dus je comfortabel voelen dat je niet alles weet. Maar wel wat van belang is dat je het daarover hebt met elkaar. Ja, dat is wel, dat is wel spannend om dat af en toe met elkaar te ontdekken. Ja. En is er ook een les die jij hebt geleerd die je op een tegeltje zou willen zetten? Een les die ik op een tegeltje zou willen zetten. Dus even kijken. Dat is ook een mooie. Ga het doen. En dan doen ook in hoofdletters. Dus ga ermee aan de slag. Want die risicodialoog voeren is gewoon een kwestie van het met elkaar doen. Dus ga het doen. En soms ook niet doen. Zal ik er tussen haakjes wel aan toevoegen. Want soms is niet doen ook een optie. Het even laten voor wat het is en niet gelijk proberen in te grijpen. Ja. Ja, mochten mensen aan de slag willen, heb je ook nog een aantal tools ontwikkeld, hè, die ze kunnen downloaden. Ja, klopt. En dat klinkt een heel experimenteel, moeilijk woord, instrumenteel bedoel ik te zeggen. En die tools, dat zijn eigenlijk wat middelen om het gesprek vast te leggen.
Want die vraag die kreeg ik wel. Nou, hartstikke leuk zo'n dialoog. Maar ja, dan gaan we de kamer uit. En wat hebben we dan? Dus ik heb wat hele eenvoudige tools. Een tabelletje, een soort mindmap. Die je ofwel digitaal ofwel gewoon op een flip over kan toepassen. Je kan ze gewoon downloaden. En dan kan je daarmee het gesprek zeg maar vastleggen. Ja, en ja, dat is ook vaak natuurlijk een vraag in de organisaties. Ja, concreet resultaat is dan altijd toch prettig na zo'n gesprek. Exact, ja. Ja. En ik ben wel benieuwd, is er nog iets waar jij nu heel nieuwsgierig naar bent, wat jij de komende tijd wilt ontdekken? Nou, wat mij ongelooflijk fascineert is hoe wij als mensen dus de neiging hebben om, om die complexiteit heel complex te maken. En ik kwam er ook achter, ook vanuit de psychologie, dat het ook een soort copingmechanisme is. Dat heet dan dat wij als mens dus, als we ons onzeker voelen, dus zeg maar de onmacht van onzekerheid, dat we dan teruggrijpen op procedures en protocollen en controles. En ik merk om ons heen dat in heel veel organisaties toch een beetje aan het vastlopen zijn. En al die regels en al die procedures en al die protocollen, dat je naar de zorg gaat of naar het onderwijs of de financiële sector. Dus wat ik heel erg spannend vind is van durven wij dat als samenleving aan om juist à la Lady Klotz wat minder te doen in plaats van wat meer te doen. Dus wat meer ruimte te bieden aan, ook aan professionals, zeg maar, om binnen heldere kaders wat meer hun eigen ding te doen in plaats van het klakloos opvolgen van allemaal procedures. En ik denk ook dat het nodig is. Want ik las pas weer een stuk ook in het FD, dat in de bankensector op dit moment zo'n 20% van de mensen zich fulltime bezighoudt met witwascontroles. 20% van het totale arbeidspotentieel. Dat zijn dus heel veel mensen, kost heel veel geld. We hebben mensen tekort op allerlei terreinen. Dus ja, ik denk dat dit wel een heel interessant maatschappelijk vraagstuk is van hoe kunnen we die complexiteit die er nu eenmaal is, hoe kunnen we op een andere manier omgaan? Misschien wel met minder van iets in plaats van met steeds meer van iets. En daar wil ik me de komende jaren wel verder op storten om eens te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, wat noemde jij dat zo'n risicoreflex in jouw boek? Ja, de risicoregelreflex inderdaad. Oh, ja. En daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan. Dat is een mooie term. En dat wil eigenlijk zeggen dat we de neiging hebben, en er zijn allerlei voorbeelden van nou, er gaat iets mis. Hè, er worden dan kamervragen gesteld en er worden eigenlijk twee dingen gezegd. Nou, hoe kon dat ooit gebeuren? Dus komt er een onderzoek. En dat mag nooit weer gebeuren. En om het nooit weer te laten gebeuren, ja, komen er nieuwe regels, protocollen, et cetera. En ja, terwijl we dus uit de complexiteitsleer leren dat je iets toevoegen aan iets wat complex is, dat alleen maar complexer maakt. Dus eigenlijk is het ook precies het tegenovergestelde van wat je vaak zou moeten doen. Dus het is begrijpelijk vanuit de psychologie, vanuit de media, vanuit de politiek, het begrijpelijke mensreactie, maar het helpt ons niet altijd verder. En daar dus weerstand aan bieden, aan die risicoregelreflex, dat is denk ik ook wel een mooie uitdaging. Je luisterde naar de Innovatie Wasstraat met Martin van Staveren, schrijver van het boek Risicodialoog, verkrijgbaar op boom.nl. Vind je deze podcast interessant? Je helpt me enorm door de Innovatie Wasstraat een 5-sterren review te geven op jouw favoriete podcastkanaal.